Nou, eerste nacht hebben we achter de rug. We zitten nog steeds in Spitsbergen natuurlijk. Spitsbergen blijft toch het eiland van de ijsberen. En stel je nou voor dat je onverhoopt oog in oog met zo'n ijsbeer komt te staan. Dan ja, er zit er eigenlijk maar één ding op. En dat is jezelf redden. En hoe zonde en bizar ook, de ijsbeer neerschieten. Ja? Daarom zijn wij ook op de schietbaan. Wat we vandaag gaan doen is schieten. Ja, ijsberen. Ze zien eruit als grote knuffelberen, maar voor ons zijn het toch ook gewoon gevaarlijke roofdieren. Jaarlijks zijn er hier aanvallen met soms fatale gevolgen. En daarom leren schoolkinderen hier al vroeg hoe ze een beer moeten afschrikken. Of hoe ze, als laatste redmiddel, het dier moeten neerschieten. Een schietproef op Spitsbergen is dus niet alleen maar spel, maar ook pure survival. Het is belangrijk om bovenaan te staan, maar de laatste twee plekken zijn ook heel belangrijk. Want de laatste twee op de ranglijst straks, die gaan tegen elkaar strijden in een definitieve battle. En één van die twee mensen gaat direct naar huis. Vandaag? Precies. Vandaag? Vandaag. Meteen. Dit is wel iets waar Lot zal het bepalen. Dit is iets waar ik niet zelf in de hand heb, omdat ik dit nog nooit heb gedaan. Dus ik hoop dat ik beginnersgeluk heb. Ik denk dat in ons team toch wel een beetje de klappen gaan vallen. Die 1000 euro is toch wel lekker als je die hebt. En die hebben wij dus niet. Ik wil echt winnen. Ik wil echt heel graag winnen. We gaan beginnen. Long. Ron en Charlie krijgen als eerste 5 kogels. Vanaf een veilige afstand en met mijn verrekijker kan ik goed zien of ze lekker bezig zijn of dat ze er helemaal niks van bakken. You go first. Het is een beetje onwennig, want je hebt dat ding voor de eerste keer vast. En dan, ja, je probeert gewoon te mikken op dat puntje. Wow! Ik had hem heel erg dicht bij mijn gezicht. Dus het was echt heel, echt een klap gewoon in je bovenlijf. En daar schrok ik wel even van, ook van het geluid, terwijl je wel zo'n ding op hebt. Ik vond het heftig. Een tikkeltje beangstigend. Ik heb 1 keer eerder een pistool in mijn handen gehad. Ik denk dat het heel anders is dan een geweer. Holy fucking moly! Jezus! Thank you. Thank you. Right. Let me see if it's empty. Dit is echt niks voor mij. Volgens mij heb ik de eerste keer gewoon een zware klap in mijn ogen gekregen. Is dat zo? Kijk je? Ja, met die terugslag, weet je wel. Ik zie niks. Ik vind het echt eng. Ja? Het is echt eng. Ondanks haar afkeer van wapens wil Claudia het toch proberen. Ik wil geen loser zijn, dus... Daardoor is het extra moeilijk voor mij. Omdat ik dus een tweestrijd voerde met mezelf. Aan de ene kant het competitiegevoelige Claudia die alles wil winnen. Aan de andere kant ook de kwetsbare Claudia als kind... die een trauma heeft opgelopen van wapens en schietpartijen en kogels. Maar Claudia is helemaal in de war. Zelfs de trekker vinden lukt niet... en dus krijgt ze hulp van een schietinstructeur. De eerste keer dat ik schoot, ik had een hele blackout. Ik was completely in panic. Gerald blijft stoïcijns en heeft alles onder controle. Je wordt er niet wijzer van je schoten, want je ziet niet waar je geschoten hebt. Dus daar, aan de hand daarvan kun je niet zeggen, oh, je moet iets meer naar boven of iets meer naar beneden. Maar bij Claudia blijft het volledig misgaan. Hij gaat Gerald echt als een speer. Mis. Als ik iets doe, dan wil ik winnen. En ik heb op mijn allerbest geschoten. Echt. Maar dit was Max. Empty, thank you. You're done. Kom eens hier. Oh. Ja, zal ik zeggen. Dat ga ik niet meer doen, ooit in mijn leven. Nee? Ik voel me afschuwelijk. Ik vind het gewoon, dat ik een geweer in mijn hand hou, dat is echt... Het is gewoon voor mijzelf, voor mijn ziel, is dat onvoorstelbaar. Ja. Het volgende koppel is Kim en Dox.
moment dat je schiet, het is ook zwaar geschud. Het is echt... Het is toch wel heftig om zoveel kracht in je handen te hebben. Ik zou het niet graag willen gebruiken in het echt of zo. Toen schoot ik, want toen ging echt mijn geweer ging echt zo. Toen dacht ik, nou, echt, dit is echt niks voor mij. Die zit hartstikke naast. Je ziet gewoon echt niet wat je doet. Dan focus je en dan ja, vuur je een schot. Tijdens dat schot of na dat schot, dan zie je, weet je totaal niet van ja, en? En dan moet je eigenlijk alweer voorbereiden op het volgende schot. Concentratie, souplesse en nauwgezetheid. Dat is waar het om gaat in deze proef. Niet helemaal toevallig, maar ik dacht van ik ga stoppen met roken gelijk. Ik grijp dit aan als gelegenheid. En ik merkte dus ook van ja, dit, als er een moment is dat ik hem vast aan zou hebben, dan was het niet vandaag. Hey Kim, goed gedaan. Ja, nee, ja, ik... Goed gedaan. Ik hoorde alleen maar positieve dingen. Ach, niks, maar. Ging dit? Ik heb geen idee. Nee, je ziet echt niks. En Frederik en Amanda zijn het volgende koppel. Je ligt niet heel comfortabel. Het ging ook van links naar rechts. Ik moet hem stil houden. Fire! Fire! Die eerste terugslag bereid je er wel voor, maar toch komt hij altijd harder dan je denkt. Ik had niet het idee dat ik het kon corrigeren. Ik had wel gericht, maar ik wist niet waar die in terecht was gekomen. Maar het is heel nauwkeurig ook. Als je ziet dat ding waarmee je mikt, dan zie je gewoon je hartslag op bewegen. Zo. Dus dan tik je gewoon zo uit de weg van je target. En dan als laatste Dien en Paulien. Ik kan niet mikken met één oog. Dus ik had er iets voor mijn ogen gedaan, een soort van patch, weet je wel. Ik heb dat nooit gekund, van schieten. Ik was laatst nog bij de kermis geweest. Toen moest ik ook schieten. Toen schot ik ook alles mis. Alle 10 hebben ze geschoten. En alle 10 hebben ze hun twijfels. Hoe ging die? Macho, hoe ging die? Heel eerlijk? Ja? Ik denk niet zo goed. Nee? Ik weet het eigenlijk niet. Waarom niet goed? Ik ben een beetje blind in één oog. Ja. Dus ik had dan een lapje voor mijn ogen gedaan, anders kan ik niet mikken. Ja, die andere oog is het ook niet. Wel. Je hebt natuurlijk meegekeken. Vuile biatch. Maar nee, ik weet het niet. We zullen het zien. We gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Oké. Okay. Ik heb de uitslagen. Kim. Ja? Je dacht ik heb slecht gelopen. Ik moet en zal dit goed gaan maken. Ja. Ja, is niet gelukt denk ik. Jij had nog niks. Ja. Je hebt ongelooflijk goed geschoten. Nee. Ja. Hoogste van iedereen. Nee. 27 punten. Yes! Nee, dat kan niet! Ja, jawel meid, dat kan wel. Met haar overwinning verdient Kim 2500 euro en ze stijgt als een pijl in de ranking. Dus jij staat op een gedeelde tweede plek. Echt? Ik had het niet verwacht dat Kim zo hoog zou scoren. Want ze heeft ook niet zomaar een beetje gewonnen, maar echt ook wel vrij dik. Knap hoor. Maar dat wil zeggen dat we nog iemand hebben die een tweede plaats heeft. En we hebben natuurlijk ook nog een winnaar. Ron, dat was niks voor jou, hè, dat schieten? Nee. Je was hem net niet gaan gillen. Ja, het scheelde weinig. Jij had al 1000 euro verdiend. Ja. Je hebt vet goed geschoten. Oh, yes. Zo erg. Wow. Okay. En daarmee heb jij ook een gedeelde tweede plek. Oké. Okay. En hebben we nu nog degene die bovenaan de ranking tot nu toe staat.
Amanda. Ja! Zo. Jij had al wat ervaring, toch, met schieten? Had niet verwacht. 2000 euro verdient Amanda met haar tweede plaats. En met de 1000 van de dag ervoor komt ze op 3000. Dat wil zeggen dat jij nu echt bovenaan die ranking staat. Jij hebt 3000 euro in het totaal. Wat is dat? Netjes. Oh. Zie je, kan het wel. Na de eerste twee proeven bestaat de top 3 dus uit Amanda, Kim en Ron. Maar dat wil zeggen dat we ook twee mensen hebben die nu helemaal onderaan staan. En die zometeen samen het ultieme duel spelen, waarvan er dus eentje direct naar huis toe gaat. Ja. Charlie. Nee. Jij had al. Niks? Niks. Van de eerdere opdracht. En het schieten ging nou niet echt heel erg lekker. Dus jij hoort bij die twee die onderaan staan. Oh, nooit verwacht ook. Ja, ik wou echt als een stekker natuurlijk. En Docs? Die had ook nog niks. Je ziet er ruig uit. Maar dat schieten, dat was het hem niet. Nee. Nee. Wow. Ja, dat is balen, man. Ja, daar ben ik natuurlijk niet blij mee. Charlie was bij het schieten één en laatste en krijgt 100 euro. En Docs verdiende 500 euro. En zij bungelen nu aan de staart van de ranglijst en spelen het ultieme duel straks tegen elkaar.